Dankjewel voor Olie. En nu wil ik graag het woord geven aan Sebastian. Graag aanwezig. Zoals Floor net al vermeldde, komen er meer vrijwilligers door geld te geven aan mensen die zich als draakmoeder aanbieden. Ja, dat is waar. Maar wat die vrijwilligers doen, is dat ze zich aanmelden voor het geld. Niet voor het baren van een kind voor een ander uit liefdadigheid. Hoe draakmoederschap is daardoor ontstaan. Nee, ze doen het voor het geld. En ik denk persoonlijk niet dat die vrijwilligers iets om die baby geven. Nee, want ze geven iets om het geld. Dus zij gaan hun gewoonte niet op aanpassen als die de gewoonte hebben om te roken. Dan gaan die blijven roken, dat kan je amper controleren, dus dat is heel onveilig. Juist om het door vrijwilligers te laten doen. Verder is het ook biologische achtergrond. En dat is dat als een baby in de buik zit, wordt het baby krijgt een bepaalde stof in het DNA en de moeder. Dat sluit op elkaar aan en dat vestigt een emotionele band. Als dat... dus niet de echte moeder is, dan heb je een emotionele band met iemand die je nooit meer in je leven zal zien. Je kan hem dus beter wel af en toe in je leven zien als vriendin, of als een dochter van een vriendin, en dan helemaal niet meer zien. Waarom denkt u dat er emotionele schade zal zijn, terwijl u zegt, ook voor de moeder, dat de moeder het alleen voor geld doet, dan zou het toch juist geen emotionele band zijn? Maar dat is dus biologisch. Dus dat is echt maar een stofje. Maar je spreekt jezelf zich nou tegen? Nee, dat is een stofje in de biologie. Dat zorgt ervoor dat je biologisch, ook al wil je het niet, dat je een band hebt met je kinderen. Voordat je zwanger wordt, dus voordat je dat stofje hebt, bepaal je, wil ik draakmoeder worden, ja of nee. Als dat dan maak je die keuze en dan gaat het om het geld. Verder, om dat over dat geld in te haken, hebben we ook nog dat het voor het geld is belachelijk, want je maakt een achterstand van de armen. Arme mensen kunnen nou gewoon niet draakmoeder worden. Verder krijg je door de commerciële handel in draakmoederschap ook nog vreemden die je kind in de buik nemen. En geld zorgt ook voor risico's. Je hebt heel veel kans op malafide bedrijven die met het geld aan de haal gaan. En daarom zijn wij tegen commerciële draakmoederschap. Dan nu het woord aan Stefan. Goed, we hebben het hier nou dus over commercieel draagmoederschap. Maar juist dat commerciële, want Sebastian die spreekt hier over draagmoederschap. Maar als het juist commercieel wordt geregeld, via een organisatie dus, dan zou het toch juist zo zijn dat die organisatie mensen controleert. Dus voordat je alleen al een draakmoeder kan worden, wordt er gekeken of dat jij zekere verslavingen hebt of aandoeningen waardoor jij geen draakmoeder kan worden. Dus hierdoor is er geen enkele sprake van iemand die een slechte invloed zou uitoefenen op het kind, doordat die persoon zelf slechte gewoonten heeft. En arme mensen hebben, naar mijn idee, weinig achterstand. Want wees nou eerlijk, iedereen is vrij om zich aan te melden. Waarom zouden arme mensen zich eerder verplicht voelen om zich aan te melden bij een bepaald bureau? Waarom zouden ze dat doen? Daar is geen enkele reden toe. Iemand die rijk is, heeft evenveel reden om zich aan te melden bij een draagmoederschapbureau als een rijk iemand. Dus... we hebben goede controle. Niemand wordt benadeeld. Waarom zouden we het niet doen? Dat is eigenlijk mijn punt. Bij dit debat hebben we net gezien dat de voorpartij en de tegenpartij. De voorpartij voor commercieel draagmoederschap heeft gezegd dat dit goed is voor de economie, dat er veel mensen zich zullen aanmelden
En dat daardoor meer geld in de kas komt eigenlijk. Nou, dit klopt. Maar wat ook is met commercieel draagmoederschap. Nu hebben we dat draagmoederschap, dat kost geen geld. Je kan familie of een vriendin inschakelen om eigenlijk voor jou een kind te baren. De armen in Nederland hebben geen geld om een draagmoeder in te huren eigenlijk. Die kunnen misschien wel geld hebben, maar er zijn niet... Ja, veel armen die hebben dat natuurlijk niet. Sander heeft ook ingebracht een moraal-sociaal argument. Zodat het helpt de mensen die geen kinderen kunnen krijgen. Maar niet commercieel draagmoederschap helpt hun ook. Want zo kost het geen geld. En ze weten dat het betrouwbaar is. Omdat ze de draagmoeder goed, of misschien niet goed, maar ze kennen die draagmoeder. Het helpt hun ook daardoor. Floor zegt dat, heeft gezegd dat er een emotionele band kan worden opgebouwd. Doordat de draagmoeder zo kan zeggen dat hij ook contact wil blijven houden met het kind. Maar dat kan ook als het niet commercieel is. En Sebastian heeft hier ook tegen ingebracht. Het gaat bij commercieel draagmoederschap meer om het geld en niet om de emotionele band. Stef heeft ingebracht dat een organisatie kan controleren hoe de draagmoeder omgaat met deze zwangerschap. Maar dit is moeilijk. Hoe wil jij controleren bij elke draagmoeder die zich heeft aangemeld? Er kunnen heel veel draagmoeders zijn en die kan je nooit allemaal controleren. Ook kost het geld en meer moeite. En de situatie zoals die nu is, is prima.